Als je de zoekopdracht intikt, geboren met een groot hoofd, dan vind je alles van een waterhoofd tot het fragiele X-syndroom. Maar wat is er echt aan de hand met Mariska? En waar hebben onze andere patiënten last van? Welkom bij Dokters versus Internet. Drie echte dokters en drie echte leken proberen de juiste diagnoses te stellen bij echte patiënten. De dokters doen dat op basis van hun ervaring en kennis. De leken hebben hun gezond verstand meegebracht en mogen hier gebruik maken van een internetverbinding. Het team met de meeste juiste diagnoses. In de volgende ronde gaat het net even anders. Van elk team blijft één lid hier. De andere twee mogen zich dan alvast terugtrekken in de spreekkamers en zetten daar de koptelefoons op. Degene die hier aan de desk blijft staan, moet iemand zijn die goed kan luisteren, goed kan onthouden en ook nog in staat is om wat hier is verteld over te brengen aan de collega's. En jullie mogen zelf bepalen wie dat is. Ben jij wel. Oh, echt waar? Meteen zo duidelijk. Leuk. Nou, Jeroen, jij blijft dus hier. Ja. Jullie mogen richting je spreekkamers. En ja, jij blijft, Robert? Robert blijft. Onvoorstelbaar. Ik wou het niet zeggen. Nee. Dan is het tijd voor de volgende patiënt. En mag ik een hartelijk applaus voor Mariska? Hallo, welkom. Hoi, dankjewel. We gaan helemaal terug naar de dag van jouw geboorte. Toen zei de arts, Jezus, wat heeft dat kind een groot hoofd. Ja. Eigenlijk was je al op de eerste dag van je leven gewaarschuwd. Ja, dat klopt wel. Want mijn moeder heeft ook de stad altijd eigenlijk wel als een donkere wolk boven het hoofd gehangen. Ja, kan me voorstellen. Hoe wist je dan op een gegeven moment ook van, hé, er is wel iets aan de hand? Ja, dat was een beetje op mijn 17e, denk ik. Ja, en hoe merk je dat? Door zelfonderzoek. Toen voelde ik wat. Ja. Dankjewel. Tot zover. Jullie mogen met deze informatie naar je collega's. Yes. Zo. Oh jee. Bij haar geboorte zei de arts al direct, wat heeft dat kind een groot hoofd. Gaat er bij jullie al heel veel lopen met een groot hoofd? Het is natuurlijk wel een... Nee, dat groot hoofd. Ja, hydrocephalus. Precies, zat ik ook aan denken. Maar waarom zou dat... De basis waarvan? Ja. En dus iets erfelijks. Verschillende oorzaken hier. Grote waterhoofd, hersenbeschadiging, kinderzandingen. Hersenbeschadiging. Stofwisseling, ziekte misschien. Zij heeft geen volgens mij, als ik er zo naar zat te kijken. Geen VP-drain. Mm-hmm. Nou, dit is interessant. Botziek. Ziekte van Minkus. Schedel veel dikker dan gebruikelijk. Problemen met andere botten in het lichaam. Ja. En dat kun je voelen. Ja, in deze ronde helpen we de teams altijd een beetje in hun zoektocht met behulp van de medische mystery box. En daarin doen we een beroep op hun tastzin. Jij weet natuurlijk al wat erin zit, Mariska. Ja, zachtjes. Wat zit erin? Er zit een kersenpitbus in. Ja. Ik gebruik dat als ik koude voeten heb, zwinters bijvoorbeeld. Ja, ik ook, maar het heeft er ook mee te maken. Ja, in welke zin? Mijn lichaam die kan je zo wel een beetje omschrijven. Van binnen? Van binnen. Als ik aan jou voel, voel ik dat. Nou ja, een beetje. Mag ik heel even die aandacht? Als je naar te kijken. Ja. We hebben hier de medische mystery box staan. Ja. Wie van jullie gaat hem doen? Gijs gaat hem doen voor jullie. En Bart? Gijs en Bart. Jullie mogen daar vast plaatsnemen. Je mag niet kijken, alleen voelen. Want dat is natuurlijk ook iets wat een huisarts doet, wat een dokter doet. Ook mooi horloge zelf doen? Ja. Of, Nee, het bijt niet, geloof ik. Dus nee? je bent er niet kwijt straks. Ook maar een het ligt wel. Ha, ha. Goed, jullie mogen je hand erin steken. Oké. Heel voorzichtig. Oh, ik weet het. Ik weet het. Ik zeg niks. Alle vingers nog? Ja. Ja. Weet niet. Bart ook, ja? Ja. Nou, jullie mogen terug naar de spreekkamers in je... teamgenoten inlichten over deze ervaring. Nou, Bart, ik ben benieuwd. Het was een soort kersenpit, zeg maar. Zo'n ja, ik denk... Die kleine, kleine knikkertjes. Dus dat heeft dan iets met je nek te maken, neksyndroom. Ik zat nog bij dat gevoel van die korreltjes te denken. Je hebt ook wel zo'n grofkorrelig borstweefsel, hè? Dat je kiesten hebt. Ja. Jeetje. Kijk eens, met een te groot hoofd, baby en nek. Baby en dan nek. Is het niet die pitten iets meer symbolisch? Voor... Ja, dat denk ik, ja. Heb je bij zo'n man? Man? Ja, die multiple. Ja. Heb je daar een groot hoofd? Maar dat begint niet bij de geboorte. Jij hebt dus zelf
ontdekt dat er iets aan de hand was. Ja. Wat heb je toen gedaan? Bij mijn borst voelde ik de eerste knobbel. En toen dacht ik, dat is wat. Dus ik denk, wacht maar even af. Want dat weet je, misschien heb je menstruatie en dat soort dingen. En je wil het ook niet weten misschien? Nee, je wil niet weten, want je bent 16. Dus dan denk je al van, doei. Ja. Wil ik allemaal niet aan. Wil ik niet aan. Nee, teams! Heeft je gewoon het uiterlijk niet van. Mag ik degene van jullie uitnodigen die hier nog niet aan de desk is geweest? Annemieke en Ilva. En de achterblijvers mogen de koptelefoons erop zetten. Zo, er wordt druk overlegd en gespeculeerd. En hoe gaat het? We hebben nog meerdere opties open. Dus meerdere opties open? Ik hoop op allemaal. Volgens mij is dat precies zoals het hoort te gaan. En jullie hebben ook meerdere opties open? We hebben zoveel opties open. Zoveel opties open. Maar kijk, er is nog helemaal niks verloren, want er is nog een vragenrondje. Jullie mogen om beurten een vraag stellen aan Mariska. Die mag zij alleen maar met ja of nee beantwoorden. Ja. En jij mag beginnen, Annemieke. Gebruik je medicijnen? Ja. Was het zelfonderzoek van de hals? Nee. Is het een erfelijke aandoening? Ja. Hebben ze een scan van je hoofd gemaakt? Nee. Zijn er afwijkingen in je botgroei? Nee. Heb je afwijking van je schildklier? Nee. Als je niet weet, mag je passen, hè? Ja, ik pas even. Was zelfonderzoek van de borsten? Ja. Zijn je meer dingen opgevallen naarmate je ouder werd en in de puberteit kwam? Ja. Loop je bij een internist? Ja. Had je als kind ook echt fysieke klachten door wat je hebt? Ja. Voelde je kiestes in de borsten? Ja. Jullie mogen terug naar de spreekkamers voor een laatste overleg en een laatste zoektocht. Succes! Oké, ik heb heel veel info. Ze heeft kiesten in de borsten. En het is, denk ik, hormonaal. Het is erfelijk. Is het niet gewoon mastopathie? Ja, een groot hoofd. Ja. Waarom zou je een groot hoofd hebben? Ze had als kind er ook last van. Gedrag? Maar ja, dit is wel heftig. Hartafwijking, voedingsproblemen, geelzucht. Ik denk dat het hem niet is, hoor. Nee. Ik zou de standaard er nog even bij nakijken. Ja. De... Mastocytoom? Heb je mastocytoom? Goed, teams. De tijd zit er echt op, hoor, nu. Noteer de diagnose en kom dan deze kant maar op. En daar hebben we Jeroen nog. Dus even kijken naar jullie snuitjes. Wij willen even googlen. Jullie willen even googlen. Gaat niet gebeuren. Nee. Dus jullie staan hier niet buitengewoon zelfverzekerd? Nee. Nee. Laat het maar zien. We lopen er zijn uitgekomen. Het Cowden-syndroom. Nog nooit van gehoord. Maar ik wil ook heel graag jullie diagnose Wij hebben ook zien. Wel een syndroom, maar wij denken multiple endocrine neoplasieën. Fijn, hè, die afkortingen. Ja, zeker. Dat is handig. Het man-syndroom. Mariska, zit het juiste antwoord erbij? Ja. Het juiste antwoord zit erbij. Nou ja, het verbaast me echt. Het valt eigenlijk wel mee, want jullie hebben het gelijk. Oh. Wow. Ja. Het syndroom van Cowden is een genetische aanleg om overal in het... ik moet tegen jullie zeggen, om overal in het lichaam tumoren te ontwikkelen. Op dit moment betekent het voor de stand 2 punten voor de dokters en 3 voor de leken. Syndroom van Cowden. Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 30 biljoen cellen. Elke dag gaan er miljoenen cellen dood en komen er weer miljoenen cellen bij. Elke 7 jaar zijn alle cellen in het menselijk lichaam, behalve de hersencellen, vervangen. Celdeling houdt je jong, zullen we maar denken. Want voor de oude en versleten cellen komen nieuwe en frisse krachten in de plaats. Maar bij die copy-paste-actie zijn er wel een paar dingen belangrijk. Namelijk dat de nieuwe cellen zonder fouten worden gekopieerd. En dat er niet te veel nieuwe cellen ontstaan. Want anders ontstaan er celwoekeringen. Bij de ziekte van Cowden werkt de controle op de celdeling niet goed. Het eiwit dat de controle moet doen, zeg maar de chef-celdeling, ontbreekt. De risico's zijn vervolgens groot, want mensen met de ziekte van Cowden hebben meer kans op goedaardige en kwaadaardige tumoren. Vooral het maag-darmkanaal en de schildklier zijn kwetsbaar. Vrouwen hebben ook een grote kans op goed- en kwaadaardige tumoren in de borsten. Daarbovenop hebben patiënten vaak een groter hoofd en last van onderhuidse vetbulten. Helaas is de ziekte niet te genezen. Nee, helaas. Ja. Je had dus ook in je borsten heel veel tumoren. Hoe is dat verder afgelopen? Na heel veel onderzoeken dacht ik eigenlijk, het is beter om ze te laten verwijderen. Want op een gegeven moment zeiden ze tegen mij van ja, je bent zo jong, dus we gaan er maar vanuit dat het goed is. En dat had ik niet echt
Nee, jij maakt je voortdurend ongerust. Ja. Ja. En toen heb je je borsten preventief laten verwijderen. Jeetje, maar wat een heftig ingreep. Ja, ach, shit happens. Ja, shit happens, dat kan je wel zeggen, ja. Maar hoe ben je eronder? Want genezing is niet mogelijk. Dit is levenslang. Ja, bij ons is het gewoon, we gaan er maar allemaal positief van uit. Het kan altijd erger. Het kan altijd erger. Laat dat maar een mooi motto zijn dan. Ja. Dankjewel voor het echt bijzonder sterk van je dat je verhaal vertelt. Dankjewel, Mariska. Niks. Ja. Dat de dokters zijn geëindigd op 7 punten. En dat er 8 punten zijn voor de leken die de overwinning hebben binnengehaald vanavond. Heel knap. Gefeliciteerd. Dokters. Ja. Dat doet zeer. Dat doet zeer, ja. En wat is nou het pijnpunt geweest? Nou ja, de kouden, denk ik. Ja. Maar goed, het was voor ons een moeilijke diagnose. Ja. Ook nog nooit van gehoord. Dus dat zijn lastige dingen. Maar goed, alle complimenten voor onze tegenstanders. Want die hebben goed en strategisch gegoogeld en gevraagd. Onze praktijk is binnenkort geopend. Ik schrijf maar bij jullie. Dankjewel, dokters. En dankjewel natuurlijk Gijs Staverman, Annemieke Schollert en Jeroen Kijk in de Vechten. Dit was Dokters versus Internet. Ik wens u een buitengewoon goede gezondheid toe. En tot volgende week. Had je een heel uitbundig liefdesleven? Nee, normaal. Seksleven bedoel je? Seksleven zonder bescherming. Anders nee, Gijs. Nee.